Hallo, welkom bij de 23e aflevering van taalklas.nl. Fijn dat u kijkt. Bij mij in de studio twee cursisten, Gloria en Mehdi. Welkom. Fijn dat u er zijn. Dankjewel. Bedankt. De aflevering van vandaag heet Wat vind je van de computercursus? Het gaat over het volgende. Het gaat over een praatje maken, bijvoorbeeld op je werk. Verder gaat het over je mening geven. En tenslotte gaat het ook over om uitleg vragen. Om uitleg vragen doe je als je iets niet zo goed begrijpt. En je mening geven is zeggen wat je van iets vindt. Bijvoorbeeld, wat vind je van de computercursus? Dan kun je zeggen, ik vind de computercursus leuk of makkelijk of misschien wel saai. We gaan kijken naar een filmpje. In het filmpje is Martijn aan het werk in de garage. Hij zit achter de computer. En zijn chef, meneer Maas, komt langs om gezellig een praatje te maken. Hij vraagt wat Martijn van de computercursus vindt. En vraagt ook wat Martijn van het computerprogramma vindt. Op een gegeven moment begrijpt Martijn niet zo goed wat meneer Maas nu bedoelt. Dus vraagt hij ook om uitleg. Voordat we gaan kijken heb ik twee vragen voor u. Allereerst, wat vindt Martijn van het computerprogramma waarmee hij werkt? Wat vindt Martijn van het computerprogramma waarmee hij werkt? En de tweede vraag, wat vindt Martijn van de computercursus? Wat vindt Martijn van de computercursus? Kijkt u mee. Oké, ik haal Oscar straks op. Nee, dat is geen probleem. Maar ik ga nou weer snel door met mijn werk. Ja, ik maak nog steeds heel veel zorgen om mijn baan. Tot vanavond. Dag, schat. Gaat het goed met je, Martijn? Ja, hoor, meneer Maas. Alleen het computerprogramma. Wat vind je van ons programma? Het is ingewikkeld en traag. Ik vind het moeilijk. Op de cursus hebben wij een ander programma. Simpel en snel. En vind je de cursus leuk? Jazeker. En ik leer er veel van. Hé, hey, Martijn. Heb jij die stelsleutel gezien? Ik ben bezig met het repareren van die rode bus. Ik heb gisteren aan het eind van de dag al het gereedschap opgeruimd. En toen lag hij er nog. Als jij nou eens aan Johan laat zien hoe jij dat doet. Ik begrijp het niet. Maar wat moet ik doen? Laat hem zien hoe jij werkt. Jij bent altijd op tijd klaar en je bent nooit iets kwijt. Dus u wilt dat Johan net zo werkt als ik? Ja, dat is goed voor het bedrijf. En het scheelt tijd. En tijd is geld. Hey, Johan. Ja? Heb je die sleutel al gevonden? Nee, helaas. Ik zal je helpen zoeken. Hé, hey, die zoek ik. Waar heeft u die gevonden? Die lag op het toilet. Toilet? Dat is wel een vreemde plaats, hè, voor een sleutel, ja. Toilet. Ja. De lakt. Vraag 1. Mehdi is voor jou. Wat vindt Martijn van het computerprogramma waarmee hij werkt? Voor die computerprogramma, hij vindt dat het ingewikkeld en laag ook. Ja, ingewikkeld en lastig, heeft hij gezegd. Ja. En langzaam. En langzaam. Traag. Ja, traag. Nee, traag, inderdaad, ja. Ja. En de tweede vraag, Gloria, is voor jou. Wat vindt Martijn van de computercursus? Martijn vindt de computercursus leuk. Ja? Ja. Vindt hij het leuk? Dus niet moeilijk? Of, nee. Hij vindt het leuk? Ja. Oké, dat is mooi. De chef van Martijn, Mehdi, vraagt Martijn om zijn mening. Ja, hij wilde graag dat Martijn een beetje leren aan zijn collega. Ja. Om zo netjes te doen en zeg maar dezelfde niveau van aan hem werken. Ja, eerst vraagt hij om zijn mening, hè, computerprogramma, wat vind je daarvan? Computercursus, wat vind je daarvan? En tenslotte inderdaad ook, hè, wat vind je van de manier van werken van je collega? Ja. En wat was zijn mening daarover? Weet je dat? Wat vindt Martijn van de manier van werken van zijn collega Johan? Martijn heeft die positieve mening. Oké. Okay. Maar alleen die andere manier heeft hij uitgelegd dat hij vergeet dingen. Ja. En dat is niet goed voor het bedrijf. Hij is een beetje slordig. Ja. Gloria, ben jij netjes of ben je slordig?
Ik vind mezelf netjes. Je vindt jezelf netjes? Misschien soms, maar soms. Denk niet zo erg. Maar dat hebben we allemaal wel, denk ik. Ja. Jij, Mehdi, ben je netjes of slordig? Als ik werk, met mijn werk bijvoorbeeld, dat doe ik netjes. Maar ja. ik ben een beetje slordig. Slordig. Niet netjes. Met mijn kleer. Ja, met ja, kleren. Ja, dat is echt een beetje... Doe ik één keer per week alle opruimen en alle netjes. Oké, maar je ziet er wel netjes uit in ieder geval. Ja. Laten we beginnen met de eerste oefening. Luister en kies het goede plaatje. Slordig. Slordig. Plaatje 1, 2 of 3. Nou, hier hoef ik niet zo lang over na te denken. Dit is een rommeltje. Dit ziet er slordig uit. Gloria. De voorraad. De voorraad. Is dat plaatje 1, 2 of 3? De voorraad. Heb je enig idee? Plaatje 1. Plaatje 1. Nee, is niet goed. Op plaatje 1, weet je wat je daar ziet? Een factuur. Een factuur, een rekening. Ja. En wat zie je op plaatje 2? Ik zie een kamer en uit de ram zie ik auto. Ja, het is een kantoor of een bureau. Ja. Ja. En wat zie je op plaatje 3? Ik denk het is een garage. Ja. En dit is de voorraad. Wat is de banden die ze dan in voorraad hebben. Dan hebben ze bijvoorbeeld 10 banden in voorraad en dan kunnen ze die gebruiken. Ah. Begrijp je? Ja. Dus het is plaatje 3. Mehdi, het werkschema. Het werkschema. Waar kies jij voor? Kies ik voor plaatje nummer 2. Plaatje 2, juist. Ja, hier staan de tijden. Hier staat zelfs nog een naam boven. Ja. Dat is een werkschema. Gloria, de factuur. Oh. Dat is plaatje nummer 1. Plaatje 1, juist. Goed. Wat een knap van je. Mehdi, het werkoverleg. Het werkoverleg. 1, 2 of 3. Weet je wat een werkoverleg is? Dan zou ik 2 kiezen. 2? Is niet goed. Dus de derde. Dus de derde. Ook niet ook goed. Niet. Weet je wat een werkoverleg is? Het is... Dat is een overleg met bijvoorbeeld je chef en je collega's. En dan ga je praten over het werk. En dan maak je afspraken over wat er nog moet gebeuren. Zulke soort dingen. Het is eigenlijk een soort vergadering. Ja. En dat zie je hier. Werkoverleg. Het overleg, denk ik, als je iets, ik weet niet hoe iets gaat of gaat gebeuren. En je zegt maar oké, je doet het zo en zo. Dat is uitleggen. Oh ja, uitleggen. Ja. Dit is overleg. Oh ja, overleggen. Van overleggen. Ja. Ja. Het werk overleg. Juist. Gloria, op tijd. Op tijd. Er staat boven, het werkoverleg begint om 2 uur en zie je hier een klokje. Ja. Welke is het, denk je? Volgens mij is dat plaatje nummer 2. Plaatje nummer 2, juist. De klok staat hier ja, op 2 uur. Exact, precies om 2 uur. Juist. De laatste zijn voor u thuis. Poetsen. Poetsen. Wat denkt u? Plaatje 1, 2 of 3? Poetsen. Gloria, wat denk jij? Ik denk dat is plaatje 2, want plaatje ik 2. Zie iemand die een auto netjes maakt of zo. Ja, de auto wordt gepoetst. Hij is de auto aan het poetsen, juist. Nog één voor u. De administratie. De administratie. 1, 2 of 3, wat denkt u? Mehdi, wat denk jij? 3. 3. Plaatje 3. Je ziet er netjes uit, vind je niet? Ja, ik zie. De monteur. Dat is de laatste voor u. De monteur. 1, 2 of 3. Wat denk jij, Gloria? Ja, dat is plaatje nummer 1. Juist, plaatje nummer 1. Heb je goed gedaan. Ging goed. Ja. We gaan door met de volgende oefening. Luister en kies het goede plaatje. Ja, ik maak facturen op de computer. Ja, ik maak facturen op de computer. Een factuur is een rekening. Ik kies voor plaatje, laat me eens even kijken. Ik kies voor 1, ik zie hier namelijk facturen, rekeningen. Gloria, deze is voor jou. Ik werk in een garage.
Ik werk in een garage. Ja, dat is plaatje nummer 1. Plaatje nummer 1, juist. Medi. Ja, maar ik doe ook de administratie. Ja, maar ik doe ook de administratie. Dat is plaatje nummer 3. Plaatje nummer 3, juist. De laatste is voor u. Het werkoverleg begint vandaag een uur later. Het werkoverleg begint vandaag een uur later. Waar kiest u voor? Plaatje 1, 2 of 3? Het werkoverleg begint vandaag een uur later. Mehdi, welke zou jij kiezen? Plaatje nummer 1. Juist. Heb je goed. De volgende oefening is een heel ander soort oefening. Kijkt u maar mee. Maak een goede zin. We hebben Pieter, een goede monteur, de punt en is. Hier maak ik van Pieter is een goede monteur en ik eindig met een punt. Gloria, wil jij de volgende doen? Ja. Ja. Je hebt werk, punt, in, ik en een garage. Ik. Ik. Werk. Werk. In. In. Een garage. Een garage. Punt. Punt. Ik werk in een garage. Is dat echt zo? Ja. Ja, dat ik? Is echt het antwoord. Maar jij werkt niet in een garage. Nee. Mehdi, de computercursus vind je van vraagteken en wat? Wat maak je hiervan? Wat? Ja. Vind je? Vind je? Van de computercursus. Wat vind je van de computercursus? Gloria, vind ik computerprogramma dit goed, punt. Ik, ja, vind dit computerprogramma goed, punt. Juist, ik vind dit computerprogramma goed, juist. De laatste zijn voor u. Een uur, punt, het werkoverleg. Later en begint. Wat is de goede zin? Mehdi, wil jij de mensen thuis eens helpen? Werkoverleg. Het werkoverleg. Begint in 1 uur later. Juist, het werkoverleg begint een uur later. Punt. Goed, ja. Punt, inderdaad, die hoort daar. De laatste is voor u. Ik van Leerveel, de punt, de computercursus. Wat denkt u? Wat is de goede zin? Gloria, wat zou jij hiervan maken? Ja, ik zou maken ik. Ik. Leerveel. Leerveel. Van. Van. De computercursus en de punt. Punt, juist. Helemaal goed. Het is tijd voor een filmpje. In dit filmpje maken Martijn en meneer Maas samen een praatje. En meneer Maas, de chef van Martijn, heeft goed nieuws voor hem. Voordat we gaan kijken, heb ik weer twee vragen voor u. De eerste. Wat vindt Martijn van zijn collega Johan? En wat zegt hij daarover tegen meneer Maas? Dus wat vindt Martijn van zijn collega Johan? En wat zegt Martijn daarover tegen meneer Maas? En de tweede vraag. Wat vraagt meneer Maas aan Martijn als het gaat om het werk van Martijn? Wat vraagt meneer Maas aan Martijn als het gaat om het werk van Martijn? Die laatste is wat lastig. We gaan het proberen. Kijkt u mee. Hey Johan. Hey. Nu heb je eindelijk die sleutel gevonden en dan is het pauze. Nou, dan repareer ik die auto toch na mijn pauze. En daarna poets ik hem extra mooi op. Nee, na de pauze hebben wij eerst werkoverleg. Oh, dat was ik vergeten. Dan ga ik snel een broodje kopen. Niet te laat komen, hè? Je weet, meneer Maas heeft een hekel aan te laat komen. Ik ben over een half uur terug, dat is toch op tijd? Ja. En weet jij waar Johan is? Want de pauze is om en we hebben zo meteen werkoverleg. Hij ging even een broodje halen. Wat moet ik nou met zo'n jongen? Hij komt te laat en hij is slordig. Ah, hij zal zo wel komen. Ja, hij is soms wat slordig, maar ik vind het een goede monteur. Ja, dat is waar. Zeg Martijn. Ja, meneer Maas. Wat denk jij daarvan? Zou jij niet
al mijn administratie willen doen. U bedoelt dat ik voortaan elke dag werk met de computer? Dus dan werk ik niet meer als monteur in de garage? Nou, dat klopt. Wat vind je daarvan? Zo iemand als jij hebben we de komende jaren heel hard nodig. Fantastisch. Ik doe het. Ja, dan vertellen we dat gelijk aan je collega's in het werkoverleg. Ga je mee? Schat, goed nieuws. Ik mag blijven. En weet je wat? Vanaf volgende week werk ik op de administratie. Echt waar? Ja. Gefeliciteerd, man! Ja. Oeh, wat goed! Hoe is dat gegaan? Nou, ik doe het op die computercursus. Ja. Martijn is in ieder geval blij. Ja. Hè, met zijn baan. Laten we naar de vragen gaan kijken. De eerste vraag. Wat vindt Martijn van zijn collega Johan? Heb je dat gehoord, Gloria? Ja, Martijn heeft gezegd dat hij van zijn collega Johan slordig, maar is wel een leuke collega. Ja, hij is slordig en hij zegt eigenlijk nog iets. Doet hij zijn werk goed? Is hij een goede monteur? Ja. Ja, dat zegt hij. Maar hij doet hij wel goed. Ja. Hij is slordig, maar toch, het is een goede monteur. Ja. En de tweede vraag, Mehdi. Wat vraagt meneer Maas aan Martijn als het gaat om het werk van Martijn? Wat is nou precies het goede nieuws? Ja, het was echt over als hij wil administratie werken, ja, dan monteur in de garage. Hij gelooft bijna niet. Hij is er blij mee. Hij is hier blij mee. Ik ben jaloers. En jaloers op hem? Nou, zullen we daar straks even over praten. We gaan door met het volgende. Oefening 4. Luister en kies het goede plaatje. Wat doe jij voor werk? Wat doe jij voor werk? Kies uw plaatje 1, 2 of 3. Wat doe jij voor werk? Ik kies voor plaatje 1, want deze meneer vertelt over zijn werk in de garage. Gloria, wil jij de volgende proberen? Ja. Ik begrijp het niet. De administratie? Ik begrijp het niet. De administratie? 1, 2 of 3. Wat denk jij? Dat vind ik is plaatje nummer 2. Plaatje nummer 2. Wordt niet goed gerekend. Welke zou je dan kiezen? 3. 3. En waarom kies je nu 3? Ja, want ik zie iemand zit op de computer van administratie en papieren zit ook over de met een vraagteken. Juist, je ziet hier rekeningen inderdaad met een vraagteken erbij. Juist. Ja. Mehdi, deze is voor jou. Wat vind je van je collega Pieter? Wat vind je van je collega Pieter? Kies jij 1, 2 of 3? Nou, kies ik 2. Juist, heb je goed gedaan. Gloria. Dus het werkoverleg is om 3 uur. Dus het werkoverleg is om 3 uur. Welke kies je? 1, 2 of 3? Ik vind dat op plaatje nummer 2. Nummer 2, juist. De laatste zijn voor u. Ik werk in een garage. Ik werk in een garage. 1, 2 of 3. Welk plaatje kiest u? Mehdi, welk kies jij? Ik werk in een garage. Nummer 3. Nummer 3, juist goed. Nog één voor u. Nee hoor, geen probleem. Nee hoor, geen probleem. Kiest u 1, 2 of 3? Gloria. Ik kies 1. Jij kiest 1. Heb je goed gedaan. Nee hoor, geen probleem. Niks aan de hand. Niks aan de hand. We gaan door met de volgende oefening, oefening nummer 5. Welke zin is goed? Geef de goede reactie. Wat doe jij voor werk? Wat doe jij voor werk? Ik werk in een garage. Nee hoor, geen probleem. Ik niet, ik vind het erg moeilijk. Wat doe jij voor werk? Nou, de eerste is het goede antwoord. Ik werk in een garage. Gloria. Dus je repareert auto's. Dus je repareert auto's. Dus het werkoverleg is om 3 uur. Ja, maar ik doe ook administratie. Of wat doe jij voor werk?
Ja, maar ik doe ook administratie. Juist, goed. Mehdi. Wat vind je van de computercursus? Wat vind je van de computercursus? Die is heel goed. Ik leer ervan. Nee. Ik werk in een garage. Pieter is een goede monteur. Dat ja, denk je. Dan die is heel goed en ik leer ervan. Goed. Gloria. Vind je dat vervelend? Vind je dat vervelend? Welke kies je? Nee hoor, geen probleem. Nee hoor, geen probleem. De laatste zijn voor u. Ik vind dit een goed computerprogramma. Ik vind dit een goed computerprogramma. Wat is de goede reactie? Pieter is een goede monteur. Ik niet. Ik vind het erg moeilijk. Of ik werk in een garage. Ik vind dit een goed computerprogramma. Gloria, wat zou jij kiezen in dit geval? Ik niet. Ik vind het erg moeilijk. Ik niet. Ik vind het erg moeilijk. Nog één voor u. Het werkoverleg begint vandaag een uur later. Het werkoverleg begint vandaag een uur later. Wat is de goede reactie? Dus het werkoverleg is om 3 uur. Ik niet, ik vind het erg moeilijk. Of ja, maar ik doe ook de administratie. Wat denkt u? Het werkoverleg begint vandaag een uur later. Mehdi, wat is volgens jou de goede reactie? Dus het werkoverleg is om 3 uur. Juist, heel goed. Nou, we hadden ze bijna allemaal goed. We gaan weer oefenen met praten. Mehdi. Zullen we een gesprekje gaan voeren? Ja. Ja? We gaan een praatje houden op ons werk. Ik ben de chefin en jij bent de werknemer. Okay. Ja? Oké. Okay. Je vindt de koffie uit de automaat niet lekker. Dat is het eerste wat je moet onthouden. De koffie uit de automaat vind je niet lekker. Nou, dat vind ik ook. Dat vind je ook, dat is makkelijk te onthouden. Ja. Mooi. De tweede, je doet een computercursus en die vind je heel goed. Dus je doet een computercursus en die vind je heel goed. Ja. En tenslotte, je vindt dat jouw collega netjes werkt. Je vindt dat jouw collega netjes werkt. Ja. Ja? Zit ze in je hoofd? Ja, die twee zijn echt bij mijn... Het klopt echt. Dat klopt wat echt. Je vindt. Oké, okay, we gaan het proberen. Nee, nog niet. Dus de laatste was, je vindt dat jouw collega netjes werkt. Ja, dat is goed. Oké. Okay. De collega's klagen allemaal over de koffie in de kantine. Ze vinden het niet lekker. Wat vind jij daarvan? Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat het echt vreselijk. Is het vreselijk zelfs? Ja. Nou, dan moeten we toch maar een ander koffiezetapparaat aanschaffen, denk ik. Ja, dat lijkt me een goed idee. Oké. Okay. Zeg, even iets anders. Wat vind je van de computercursus? Nou, heel prima. Ja? Ik leer me heel van. Goed, fijn om te horen. Hoe gaat het trouwens met die collega van jou? Ja, hij doet zo goed. Ja? Hij werkt zo netjes. Oké. Okay. Ik heb dat zo goed blijft. Oké, okay, dat zou mooi zijn. Ja. Goed. Dag. Doeg. Ging goed, toch? Ja. Ja, heel mooi. Wilt u ook met mij Nederlands praten? Dan kan dat. Dat kan op internet. Op www.taalklas.nl. www.taalklas.nl. U ziet dan het volgende. U kunt kiezen tussen inloggen en registreren. Nou, ik ga direct inloggen, want ik heb al een nummer. En ik neem aan, u ook. Mijn naam. Harney. Ik klik op oké. Okay. Mijn nummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké. Okay. En hier vind ik dan de oefeningen die bij deze aflevering horen. Dit was het weer voor vandaag, jammer genoeg. Wat hebben we gedaan deze les? We hebben geoefend met woorden en zinnen die je kunt gebruiken als je je mening wilt geven of om uitleg wil vragen. En we hebben verder ook geoefend met woorden en zinnen die je kunt gebruiken als je een praatje wilt maken, bijvoorbeeld op je werk. Ja, jammer genoeg zit het er alweer op, dus ik ga mijn cursisten bedanken. Gloria, Mehdi, bedankt. Jullie waren goed, dankjewel voor jullie komst. Dankjewel, alsjeblieft. Ik wil u thuis hartelijk bedanken voor het kijken. En ik hoop natuurlijk dat u weer gaat oefenen op internet. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Dag!